advocaat Simon Boy is hier in de studio. We gaan het hebben over auto's. Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. De kitcar, daar hebben wij mee te maken. Inbreuk wordt er gemaakt op het merk en de auteursrechten van Ferrari. Een kitcar of een kitcar, dat is Bodyworks. Zo'n body wat je op een andere auto zet en dan lijkt die sprekend op een Ferrari. En dat mag niet. Precies. Ja, dat is het is eigenlijk een zelfbouwauto waarbij het chassis van een bestaande middenklasse auto wordt genomen en je daar als het ware zelf een eigen auto op kan bouwen. Is dat dan van plastic of is dat ook echt van ijzer en zo? Nee, het is wel echt van ijzer. Ja. Dus zeg maar gewoon normaal carrosserie. Alleen je plaatst er iets anders op dan waarvoor het onderstel ooit gemaakt is. Ja. En vorige week dinsdag heeft het gerechtshof Den Haag inderdaad uitspraak gedaan omdat Kitcar een auto had aangeboden die wat Ferrari betreft sprekend op een Ferrari leek. Maar Kitcar is een bedrijf die dat soort bodyworks, laten we het zo maar even zoeken, soort auto's maakt. Ja. Okay. Zelf maak of zelfbouwauto's aanbiedt. Zij leveren de spullen. Precies. En dan kan je gewoon kopen. Ja, en dan moet je zelf nog in elkaar knutselen. Ja, ja. Of je kunt hem een bouwpakketje kopen. In dit geval heeft Kitcar een paar jaar geleden uit Amerika een auto laten halen. En die te koop aangeboden op hun website. En die zag er eigenlijk precies hetzelfde uit als de Ferrari Daytona Spider. Mm-hmm. Inclusief ook het logo van Ferrari. En dus er stond ook Ferrari op. Identiek. Dus. Bijna identiek, ja. Ja. En wat je net al zegt, het gaat hier om het merkrecht en het auteursrecht. En het merkrecht is eigenlijk dat noemen we een intellectueel eigendomsrecht. En dat is eigenlijk om te beschermen dat niet iedereen zomaar met jouw merk, met jouw naam er vandoor kan gaan. Dat niet iedereen cola op de markt kan brengen die Coca-Cola heet. Of dus auto's op de markt kan brengen die Ferrari heet. Ja, ze hadden dus ook het logo van het stijgende paard. Precies. Geel en rood. Dat was allemaal niet alleen om de naam, maar ook op een logo. En het kan zelfs om vorm gaan. Denk aan de specifieke flesjes die Coca-Cola uitbrengt. Ook maar ook als zij zo'n auto hadden gemaakt en ze hadden daar een stijgend schaap opgezet in het zwart, dan was het ook nog merkrecht, auteursrecht. Ja, want het ene deel is merkrechten, dan heb je het echt over die logo's. En het andere deel is auteursrecht. En bij auteursrecht denk je in eerste instantie aan een boek, een film, muziek. Maar auteursrecht kun je ook vestigen op het ontwerp van een auto. Ja. En dat is wat Ferrari hier zegt. Hè. Die is erachter gekomen dat deze auto aan werd geboden. Heeft daar beslag op laten leggen en is vervolgens een procedure begonnen. En die stelt, je maakt inbreuk op mijn merkrecht. Want je brengt iets op de markt waar je het logo van Ferrari opplakt. Maar je brengt ook iets op de markt wat heel erg lijkt op onze auto's, maar niet onze auto is. En dat is dat stukje auteursrecht. En wat het Hof dan eigenlijk gaat doen om te bepalen of dat zo is, is eigenlijk gewoon een hele basale vergelijking maken. Hè? In hoeverre lijken de twee auto's nou op elkaar? Waarvan belang is, zegt het Hof, dat Ferrari Daytona, dat was destijds echt een uniek ontwerp. Een heel nieuw ontwerp. Dus zij waren als het ware als eerste met dat ontwerp. En daarom hebben ze dat recht ook erop kunnen vestigen. En dan gaat het Hof gewoon echt naast elkaar leggen. In hoeverre lijken ze op elkaar? En komt het Hof tot de conclusie, dit lijkt zoveel op de echte Ferrari. Hiermee wordt inbreuk gemaakt op het auteursrecht. Gaat de rechtbank dan ook zover dat ze gewoon twee van die auto's voor laten rijden? Of niet? Of gaan ze ergens kijken bij een garage? Dat zou wel kunnen. Hè. Volgens mij het staat ergens in in de uitspraak ook dat er geen behoefte meer was om de auto's te zien. Het was echt overduidelijk. Omdat er heel veel foto's waren. Ja. Ja, precies. En vervolgens gaat het dan bij dat merkenrecht, hè, dus de naam Ferrari en het logo, gaat het ook om de verwarring die het kan opwerpen bij het publiek. Ja. Namelijk dat het publiek denkt dat dit een echte Ferrari is. Ja. Maar dit is ook een zaak voor de toekomst, dat andere mensen niet zomaar dingen na kunnen maken en merken kunnen. De Apple computers of Windows of noem de grote merken maar op. De McDonald's, dat het niet daarop gaat lijken. Dat het niet een W wordt in plaats van een M. Precies. En die merken, zeker de grote merken, die zijn daar ook heel erg strak in. En die kijken daar, die onderzoeken dat ook actief of er inbreuk wordt gemaakt.
Ja, die hebben er een heel team op zitten, denk ik. Want die verwarring bij het publiek die heeft ook tot gevolgen dat eigenlijk de exclusiviteit van zo'n merk wordt aangetast. Ferrari zegt, nou, wij maken exclusieve sportauto's, dure sportauto's. En de kwaliteit natuurlijk. Ik bedoel, ze willen de kwaliteit waarborgen. Ja. Als jij een Ferrari koopt, is dat een kwalitatief heel hoog staande auto. En bouw je zo'n dingetje om een dafje heen, dan is het niet die kwaliteit die Ferrari wil bieden. Nee. Terwijl aan de buitenkant mensen wel denken, het is een Ferrari. Nou, en nu is Ferrari zelfs zo ver gegaan dat ze niet alleen hebben gevorderd dat Kitcar die inbreuk moet staken en dus niet mag verkopen. Maar ze hebben zelfs aan het Hof gevraagd om de auto te mogen laten vernietigen. Mm. Omdat ze zeggen, nou ja, dit maakt inbreuken. Vergelijk het met namaak, Lego of wat dan ook. Dat zou je ook kunnen laten vernietigen als dat inbreuk maakt. En daarvan zegt het Hof, nou, ik ga voor een deel met jullie mee. Je mag een deel van de auto vernietigen, maar niet de hele auto. Want dat onderstel, dat is van een hele andere auto. In dit geval precies. Van een Chevrolet Corvette. En dat maakt geen inbreuk op. En dan noemt het Hof het zinloze kapitaalvernietiging om dan de hele auto te vernietigen. Ze gaan daar nog een stukje mee. Ja, maar dus, nu vol. Ik ben vrij handig met plaatijzer. Ik kan daar redelijk mee overweg, zeg maar. Mm-hmm. En ik bouw zelf zo'n auto. En ik vraag bij het RDW een kenteken aan. Nou, de auto is technisch helemaal in orde, dus ik krijg er ook een kenteken op. Kan dan ook het RDW zeggen, ja, nee, maar dit lijkt op een dusdanig Ferrari. En het is geen Ferrari, dus je krijgt daar geen kenteken op. Zouden dan weer allerlei andere regels in werking treden? Nee, ik denk niet dat het RDW daarnaar, die zal echt alleen naar technische kijken. Maar de kans is wel groot dat als Ferrari daarachter komt, dat je een hele boze brief gaat krijgen. En dat je de auto van de weg af moet halen. Want dan krijg je ook weer, jij maakt daarmee ook inbreuk op het merkrecht. Want het is niet iets wat je bij Ferrari, van Ferrari hebt gekocht. Mm. Want er zijn zat van die bedrijven die allemaal van dit soort kits aanbieden. Niet alleen dit bedrijf een Zwifte Band. Nee, klopt. Alleen de kit op zichzelf, heb ik begrepen, hoeft niet te betekenen dat het echt een namaak of een replica is. Maar in dit geval stond er ook gewoon overal echt Ferrari op. Ja. Je kan ook zo'n Ferrari kit om zo'n Canta kopen. Of zo'n 25 kilometer autootje. Ja, dat kan ook. Hoe is het verder afgelopen, Simon? Ik bedoel, die auto die moet vernietigd worden. De body, zeg maar. De uiterlijk van de Ferrari moet weg door de scherder heen. Maar de auto aan zich weer niet. Hebben ze nog een boete gekregen? Gevangenisstraf? Gekkigheid? Nee, gevangenisstraf zeker niet. Er is een bevel uitgevaardigd dat ze geen inbreuk meer mogen maken. Dat ze dat moeten staken en gestaakt houden. En er zitten altijd fikse dwangsommen op als ze dat dan toch doen. En Ferrari die heeft toestemming gekregen om inderdaad de bovenkant, de carrosserie, om dat te laten vernietigen. En dat ze vervolgens het chassis terug moeten geven aan Kitcars. Oké. Dus alleen de naam en het logo eraf halen is niet voldoende. Nee. Nou ja, en ze staan natuurlijk in het vizier van Ferrari. Dus ze kunnen het nooit meer doen. Ze zullen het in de gaten houden. En de andere bedrijven ook, die weten wel van we moeten oppassen. Goed. Simon Boy van Oxenschop Advocaten, dank je wel. Dank je.